Oké, ja, mag ik eventjes? En nou, zo dadelijk, wordt, als docent word je wel eens uitgelachen, wil je mij filmen als ik het doe? Oké, natuurlijk. Gaat je op record of... Record? Hij neemt je al... Oh, hij neemt al op. Hij neemt al op. Is dat een record? Ja. Oké. Okay. Ja, ik had hem niet op beeld. Weet je, ik ben niet alleen heel... Wat? Ik weet ook nog een keer hoe ik mijn krachten kan gebruiken. En de jongens zag ik dat ze dat niet wisten. Dus het was slecht voor je rug. Maar als je zo, als ik zo tilde, kan ik jullie allemaal bij elkaar gewoon optillen. Oké, okay, probeer het. Ik heb geen grote tas. Mag ik nog een keer met andere zakken? Ja, ik kan het proberen. Jongens, volgende proefje vinden jullie nog leuker. Want dat doe ik. En als hij mislukt... Let op. Ja. Ik zeg dat lucht heel sterk is. 1 kilo per vierkant centimeter. En ik ga deze Erlenmeyer. Ja, die Erlenmeyer. Ga ik vullen met water. Zo. Ja, bijna genoeg. Ik zoek. Ja, we zijn er al mee voor. Katrien? Ja, ga daar. Stop, anders hou ik veel. Dank je, van de camera uit, dat je het goed kan zien. Ik zorg voor een bolle meniscus, dat wil zeggen. Oh ja, dan hebben wij. Door de aantrekkingskracht van de water. Katrien, alweer. De aantrekkingskracht van de waterdeeltjes zorg ik. Heb ik een bolle meniscus. Ik maak mijn kartonnetje erop. Dat vind ik leuk. Denk jullie dat het mogelijk is dat ik het kartonnetje erop leg? Ja, en dit zaakje omdraai. En dat de lucht sterk genoeg is om het water tegen te houden. Ja, dat geloof ik, ja. Ja, dat geloof ik ook. Ja, ik ken deze truc. Dat werd natuurlijk ook met een aquarium. Oké, sommigen hebben het al eens. Oh, heb ik dat verteld? Nee. Nee, van mijn broer. Die was erbij. Nou. In de klas was dit helaas gelukt en ik vond het heel jammer, want ik voer deze proef namelijk altijd boven mijn hoofd uit. Omdat ik heb sterk geloof in de natuur om ons heen, dus ik denk dat kan, dat sterk genoeg is. Maar toen kwam er inderdaad een klas, de les erop, toen kwam, meneer, kan dat ook met een aquarium? Dus ik de les erop, aquarium had ik een kunststof plaatje en de hele klas had geholpen, 30x62 handen. Sommigen hadden. En dat is heel lastig, want het is alles een aquarium op zijn kop. Zo. Alle vissen, ook vissen. Hè? Nee, geen vissen. Nee, geen vissen. Nee. Oh, nee. Dat is zielig als het misgaat, toch? Ja, nou, en we hebben het plaatje losgelaten en het ging dus... Ik weet nou, jullie zien dan dat het proef gelukt is waarschijnlijk als alles water. Nou, dan was hij dus gelukt. Ja. Hiel al het water dan weer. Wacht nou, ik moet wel zeggen, ik heb dit met een Erlenmeyer. Wacht even. Wacht even. Ik zou zeggen, ik heb het nog nooit met een Erlenmeyer gedaan die zo breed is aan de onderkant. Met zo'n smalle die daar staat. Nou ja, dat was wel goed. Voor al zijn eerste keer. Ja, dat wordt. Hebben we nog wat te lachen. Ik wil jullie werken mee, hè? Ja, heb ik hem nu recht? Ja. Ik ben bang dat deze proef gelukt is, maar jullie vinden dat hij meer... Oh, het druppelt. Jullie vinden dat hij... Nou, ik durf zelfs... Jongens, de luchtdruk om ons heen is genoeg om te geven... Dit is zo'n laagje water, maar de luchtdruk om ons heen is genoeg om 10 meter water op te tillen. Dus vandaar dat ik vertrouwen in dat ik kan. 10 vierkante meter? Dat ik zelf durf om met dit ding boven mijn hoofd van die stoel af te springen. Oké, doe dan. Doe dan. Ja. En dat ik zelf durf. Ik zou die tas even wegleggen als ik jullie was. Uit die schuim? Ja. Zo goed? Ja. Okay. Hey jongens, ik spring zelf met gestrekte benen. Ja, niet zo gestrekt dat ik mijn benen breek, maar dat ik behoorlijk hard aankom beneden, ja? Oh,
En haal nu een papiertje er even aan. Noor, trek een papiertje. Ik weet dat jullie op zitten te wachten, dat is hier. Ah, mensen. In de gaten. Ja, er is